Soms kom je in het leven als kind in situaties waarbij je moeite hebt om jezelf te redden. Dan kan je op zoek gaan naar hulp. Wij gingen langs bij Samen Sterk Opvang en Ondersteuning voor meer informatie. Als je als kind moeite hebt om jezelf te redden, is het belangrijk om naar je ouders toe te gaan. En het is voor de ouders ook heel belangrijk om je kind natuurlijk in de gaten te houden. Als je merkt dat er gedragsveranderingen zijn, doe een bedgesprekje met je kind. Want dat zijn de momenten waarin het naar voren komt wat er aan de hand is. Kinderen kunnen te maken krijgen met gedragsproblemen, autisme, ADHD en ontwikkelingsproblemen. Hierdoor wordt het moeilijk voor hun om ermee te leren omgaan, dus wordt er hulp ingeschakeld. De zorgorganisatie kan jongeren helpen door een band aan te gaan met de kinderen. Door te kijken wat het kind nodig heeft, waar de behoeftes liggen, waar de hulpvragen en de zorgvragen liggen. Doordat je een band opbouwt met de kinderen, leer je het kind goed kennen. En vanuit daar kun je doelgericht aan het werk met de doelen die behaald willen worden. De begeleiding is per kind heel verschillend. Dit kan duren van 8 weken tot 6 maanden. En na 6 maanden is er een evaluatie. En na de evaluatie wordt gekeken hoe lang er nog begeleiding nodig is voor de jongeren. De resultaten die behaald worden bij de begeleiding zijn per kind heel verschillend. Voor het ene kind is dat het zelfvertrouwen vergroot wordt. De andere heeft meer sociale contacten. Bij een ander gezin is de rust weer teruggekeerd. En het is vooral heel belangrijk dat de kinderen zichzelf blijven. En daardoor zichzelf en hun omgeving op hun eigen manier kunnen ontdekken. Kinderen en jongeren kunnen te maken krijgen met een diagnose. Zoals ADHD, autisme of ontwikkelingsachterstand. De zorgorganisatie leert ze omgaan met hun gedrag, zodat ze zichzelf kunnen uiten in manieren die dicht bij henzelf staan.